Er zijn verschillende bezwaren in te brengen tegen het conditioneel compatibilisme en die bezwaren bespreken we in deze les. Allereerst moeten we kijken naar een bepaald voorbeeld. Een voorbeeld dat eigenlijk laat zien dat soms de analyse van die de conditioneel compatibilist geeft van de mogelijkheid om iets anders te doen, niet juist is. De conditioneel compatibilist die zegt namelijk dat wij handelen uit vrije wil als wij doen wat wij willen. En als wij, wanneer wij iets anders hadden gewild, ook iets anders zouden hebben gedaan. En hun analyse van alternatieve mogelijkheden is dus dat je een alternatieve mogelijkheid hebt wanneer je, als je iets anders had gewild, ook iets anders zou hebben gedaan. Nou, en neem nu aan dat we te maken hebben met Danique. En Danique kan niet willen om een blondharige hond aan te raken. En stel dat haar vader op haar 16e verjaardag, terwijl zij zich onbewust is van haar aandoening, twee puppies meeneemt om uit te kiezen. Een blondharige golden retriever en een zwartharige labrador. Die vader vraagt Danique om gewoon die hond te pakken die haar het meeste aanstaat. En hij zal dan de hond die niet gekozen wordt terugbrengen naar de dierenwinkel. Opgewekt en schijnbaar onbelemmerd doet Danique wat zij wil en pakt de zwartharige labrador op voor een goede knuffel. Nou, wat is hier aan de hand? Volgens de compatibilist is het zo dat als Danique iets anders had gewild en als zij op dat moment ook iets anders had gedaan, dat zij dan een alternatieve mogelijkheid had. En natuurlijk zou je kunnen zeggen dat als Danique iets anders had gewild, dan had ze misschien ook iets anders gedaan. Maar dan zou ze ook niet de aandoening hebben die ze heeft, waardoor ze die blondharige honden niet aan kan raken. Dus er wordt hier gezegd eigenlijk door de aanhanger van het conditioneel compatibilisme dat Danique een alternatieve mogelijkheid had of een keuze had. Terwijl heel erg duidelijk is dat in dit geval Danique inderdaad helemaal geen keuze heeft. En dat het conditioneel compatibilisme dus in tegenspraak is met onze intuïties over wat het is om een alternatieve keuze te hebben. Daarnaast, ik zou je kunnen zeggen, bestaat er een argument, en dat argument heet het consequentieargument, dat duidelijk moet maken dat geen enkele vorm van determinisme verenigbaar is met het principe van alternatieve mogelijkheden. En dat argument luidt als volgt. Niemand heeft de macht, en dat is de eerste aanname, om het verleden of de natuurwetten te veranderen. Nou, deze aanname lijkt correct te zijn. Ik kan niet mijn verleden veranderen, want mijn verleden is nou eenmaal hoe het is. En ik kan zeker niet de natuurwetten veranderen, want de natuurwetten staan al helemaal buiten mijn controle. De natuurwetten zijn wederom ook gewoon wat ze zijn. Nou, stel nou dat we toch ook nog eens het determinisme aannemen. Dat kan, hè, omdat we in dit geval gaan kijken naar de verenigbaarheid van determinisme met het principe van alternatieve mogelijkheden. Dus we mogen aannemen dat dat determinisme waar is. En stel dat we dan inderdaad de sterkste vorm van het determinisme nemen, namelijk het natuurwetmatige determinisme. In dat geval zeggen we dat het verleden en de natuurwetten samen volledig heden en toekomst bepalen. En als we die twee dingen combineren, dus zowel dat niemand de macht heeft om het verleden of de natuurwetten te veranderen, en dat het verleden en de natuurwetten samen volledig heden en toekomst bepalen, dan kun je eigenlijk zeggen, niemand heeft de macht om het heden en de toekomst te veranderen als dat natuurwetmatig determinisme waar is. En dat consequentieargument, dat is eigenlijk bedoeld om te laten zien dat als je zo'n veranderingen niet kan bewerkstelligen, dat je dan dus ook geen alternatieve mogelijkheden hebt.